Nou, leuk dat je kijkt naar Adformatie Connect Daily. Ik praat vandaag met Kees Dingler. Hij is oprichter van het bureau Capitola en dat is gespecialiseerd in immersive experiences. Dus AR, VR, virtual reality en nog veel meer. Nou, Kees, welkom. Hoe gaat het met jou in coronatijd? Goed. Ja, ik denk voor ons een hele bijzondere tijd. Omdat je, waar alles stilstaat, is er voor ons een hoop gebeurd. Dat wat wij maakten of wat wij maken, voelde altijd heel erg interessant. Hè? Er was heel veel interesse voor om over te praten, om een concept mee te doen, prototypes mee te doen, maar het werd nooit echt relevant. Je merkte gelijk een maand nadat het corona debacle begon, kwamen er hele andere vragen naar ons toe, waar mensen echt letterlijk oplossingen zochten om iets te virtualiseren en die virtuele werelden te gaan bouwen. En waar zie je dan een bijzondere tijd. Ja, precies. En waar zie je dan de meeste groei? Want ik kan me voorstellen e-commerce en social shopping bijvoorbeeld. Ja. Nou, het social shopping bijvoorbeeld, dat gaat er aankomen. Daar doen we dingen in. Maar je merkt dat dat nog wel in de kinderschoenen staat. Maar we verwachten wel dat dat heel snel gaat groeien. Want alle techniek is inmiddels klaar ervoor. Dus het moet alleen nog geadopteerd worden door de merken en de klanten. Maar je voelt dat die hele omgevingen die zijn opgetuigd, die social netwerken, die bouwen ook langzaam meer naar een shopping networks toe. En dus ze zijn iets meer hun focus aan het verleggen. Om ook de shoppingplatformen te worden. En daarmee eigenlijk concurrenten te worden van de websites aan zich. Dus daar zie je een hoop interessante dingen gebeuren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook evenementen die plaats zouden vinden. Bijvoorbeeld de evenement op de Dam van de Museumweek hebben we helemaal virtueel gemaakt. Op het moment dat dat niet meer kon. Dus dat soort vragen komen er ook weer naar ons toe. En dan heb je het meer over web VR, zoals we dat noemen. Hè, waardoor je binnen het web in een 360 wereld kan rondlopen. En waar zat echt de grootste groei voor jullie als bureau? Grootste groei, qua aantal opdrachten zat dat in social. Ja. Daar heb je ook een aparte tak voor ingericht. We hebben een aparte tak voor ingericht, omdat je merkt dat aan de ene kant zit je met hele grote augmented reality projecten te werken voor automerken, et cetera. Vrij complex, heel erg user journey gedreven. En aan de andere kant heb je kortcyclischer bedrijf eigenlijk. En dat is social, waar de filters in gemaakt worden, maar ook steeds meer e-commerce in komt. Ja. Hey, en het prijzenseizoen gaat weer van start nu. Ik zag dat jullie net een nominatie bij de Best Social Awards hebben gekregen. Ja. Voor welke, case is dit? Nou, dat is een virtual fashion case. Wat we altijd doen als er nieuwe technieken komen. Binnen social platformen, binnen Spark, dus de AR software eigenlijk van Facebook en Instagram of Lens van Snapchat, gaan we altijd kijken wat kunnen we daarmee doen, hoe kunnen we als eerste daarmee een case bouwen. En Snapchat lanceerde net body tracking en dus hebben we een aantal 3D developers bij ons, hebben we opdracht gegeven om een eigen fashion line te ontwikkelen en die hebben we gelanceerd. Met de bedoeling om andere merken, fashionmerken te inspireren om daar ook dingen mee te doen. Hè? Omdat je merkt nu ook met die hele NFT's, hè, het kopen, het bezitten van virtuele dingen, dat je als een kledingmerk ook serieus kan gaan nadenken om virtual fashion te gaan bouwen. En dat betekent niet dat je huidige kledinglijn virtueel gaat maken, maar dat je echt een parallelle kledinglijn bouwt in de online wereld en die je vervolgens ook met NFT's kan gaan verkopen als special items. Ja, en dat is nog niet echt gebeurd, of is dat Dat is nog niet echt gebeurd, dat zie je nu wel gebeuren. Dus je merkt nu dat er wel een paar merken mee bezig zijn, lijken te zijn. Maar het is nog niet echt geadopteerd, omdat de eerste wat mensen vaak doen is het bestaande vertalen naar het virtuele.
Dus dan heb je eigenlijk een soort tussenvorm, een overgangsperiode. Terwijl ja, een merk kan en moet, denk ik, serieus overwegen om een echt aparte, parallelle wereld te gaan bouwen, wat die virtuele wereld is. Ja, ja. Hey, en jij zit ook zelf in de jury van de Ocean Digital Competition. Ja. Hoe vind jij dat AR, VR wordt toegepast in out of home tot nu toe? Nou, nog heel weinig. Maar het is wel heel leuk natuurlijk, want je merkt bij ons in het bedrijf ook dat je... Ik heb een traditionele reclameachtergrond, waar op een gegeven moment dat hele domein van dat billboarding laat je achter je. En nu voel je van, hé, die dingen gaan bij elkaar komen. Ja. Dus met ons team zijn we ook bezig met image tracking, hè, waarbij je met je telefoon billboards kan scannen of de techniek die er in de billboard zit, die dingen met je kunnen doen. Dus dat is heel interessant, want er komt weer enorm veel nieuwe creativiteit vrij in dat geval. Ja. En daarbij... Wat moet er gebeuren om dat echt ook te laten landen? Dus ook bij adverteerders? Nou, ik denk je hebt goede voorbeelden nodig. Sowieso voor iedereen. Want je merkt toch, die techniek is zo complex. Dat je, je moet iets zien en denken van, dat wil ik ook, maar dan anders. En wij merken het ook in presentaties. We bouwen heel veel prototypes. Omdat je het niet meer op papier of op in een presentatie doelen kan laten zien. Je moet het voor je zien hoe dingen nou eenmaal werken. Dus wat er nodig is, is vinden wij altijd van samenwerkingen tussen de producenten. Om die eerste prototypes te gaan bouwen. Van wat kan er nou? En wat wij altijd doen, en dat zou ik bureaus ook aanraden. Als er een nieuwe techniek is, wil ik altijd een lijstje hebben met bullet points wat die techniek kan. En dat zijn eigenlijk de nieuwe variabelen waarmee je creatief kan zijn. Van als er in een digital billboard een bepaalde scantechniek zit en er zit geluid in en er zit geluidopname, dan zijn dat je variabelen waarmee je een idee kan gaan bedenken. Ja. Dus, en ga je daar dan ook actief mee naar zo'n adverteerder toe, als je een keer zo'n prototype hebt gemaakt of een idee hebt bedacht? Ja. En wat merk je dan? Want ik kan me ook voorstellen dat bij zo'n adverteerder meteen zoiets aangaat van, oh ja, maar dat kost heel veel geld. Dat is natuurlijk een andere manier van produceren. Ja, dat klopt. En weet je, het kost over het algemeen ook best wat geld. Hè? Dus het is maar net van in welke context wordt dat geplaatst. Sommige bedrijven die doen hele grote projecten en dan is het waard. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die willen experimenteren, maar op een kleine schaal. En daarvoor is het heel fijn dat Instagram, Facebook en Snapchat natuurlijk dat augmented reality in hun app hebben. Waardoor we met veel lagere kosten projecten kunnen draaien. Omdat we hun techniek gebruiken en daarop bouwen als het ware. Kun je ook aantonen dat de impact van dat soort nieuwe technieken en de toepassing daarvan, bijvoorbeeld ook in out of home, groter is dan een simpel rondje outdoor of een simpel rondje advertenties? Of een demo? Nou, je hebt natuurlijk wel van... Als je ziet een paar voorbeelden die er al gedaan zijn in het verleden. Het is natuurlijk wel enorm interactief. Als je het goed doet, dan is het ook shareable. Weet je, dan gaan mensen er ook mee aan de gang. Er is wel een heel groot verschil of je een digitaal billboard langs de snelweg hebt of op het station. Ik denk dat je daar totaal anders over na moet gaan denken wat je daarmee kan. Maar de impact daarvan is, ja, dat merk je ook met... De AR-projecten die we doen op social impact is gewoon groot. En dat is gewoon, dat is meetbaar. Ja. Alleen je hebt wel een captive audience nodig op dat moment die echt met dat board kan interacteren. Dus daarom denk ik dat het gewoon heel goed is om te kijken van niet elk billboard is maar een billboard. Je moet heel goed kijken van waar staat dat billboard of waar hangt het? Wat is de omgeving? Hoe lopen mensen er langs? In welke richting? En ik denk dat dat ook allemaal variabelen zijn die je mee moet gaan nemen om daar een goed idee op te bouwen. Ja, en wat vind jij het allerbeste voorbeeld wat je hebt gezien op dit vlak? Nou, ik heb gezocht, eerlijk gezegd, en niet echt iets gevonden wat ik wil noemen, omdat ik denk van... We zitten nog op een punt waar dat hele interactieve nog echt in de kinderschoenen staat. Dus ik hoop het allereerste hele goede voorbeeld in deze awardshow te gaan vinden.
Het is ook logisch dat het nog niet is, omdat het gewoon nog zo nieuw is. En je hebt natuurlijk wel heel veel voorbeelden, hè, dat er met avatars wordt gewerkt, dat er mensen worden gescand en in een andere omgeving worden geplaatst. Dat is heel leuk. Je ziet natuurlijk ook dat mensen er heel goed op reageren. Maar een hele goede koppeling met een merk heb ik nog niet gezien. Hè, het is natuurlijk heel logisch dat je een reisbureau hebt en je staat opeens op het strand. Maar dat is nog een vrij basale koppeling. En daar kom je nu nog goed mee weg. Hè, want iedereen vindt de techniek nog te gek. Maar dat mag voor mij, wat mij betreft, nog wel wat intelligenter gaan worden. Dus ik denk dat er een... er ligt enorm veel ruimte omdat de techniek er is. Om daar nog veel betere en diepere ideeën voor te bedenken. Ja. Nou ja, de bureaus en adviseurs mogen aan de slag, hè? Dus, zeker. Ja, nou, hopen dat we het een goede voorbeeld in deze competitie ook gaan vinden. Kees, dank je wel voor je input en we spreken snel. Misschien zien we jullie werk wel terug. Graag gedaan, ik hoop het. Oké. Oké, dank je. Dank je wel.